Dag Hans, wereldwijd trekt de economie aan, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Heel veel bedrijven worden geconfronteerd met problemen in de logistieke keten, grondstoffentekorten, stijgende energieprijzen. En er rijst hier en daar zelfs twijfel over de economische groeivooruitzichten. Hans Bevers, als chief economist bij De Groof Peterkamp, wat zie jij als aanleiding eigenlijk voor die ongerustheid? Er is inderdaad druk op de wereldwijde groei. Hè. Dus er zijn een aantal factoren die we daar in rekening kunnen brengen. Ten eerste, ja, die groei ging sowieso wel afkalven. Het was dus eigenlijk een illusie om te denken dat die groei van de eerste jaarhelft duurzaam zou zijn, sowieso. Ten tweede natuurlijk, en daar spreekt iedereen vandaag over, de distorsies in de voorraadketens, toch wel problemen. En die zullen ook niet onmiddellijk opgelost worden. Hè. Dus dat horen we ook anekdotisch door bedrijven, bijvoorbeeld IKEA, Umicore, Philips ook. Hè. Dus dat zijn maar een aantal voorbeelden natuurlijk. Maar ook in de automobielindustrie, waar een tekort is aan elektronische chips. Dus dat is een tweede factor. Een derde factor is China natuurlijk. Toch wel een duidelijke groeivertraging die we daar mogen verwachten. Creëert ook wat twijfels, voornamelijk gedreven door problemen in de vastgoedsector. En dan, ten vierde zou je kunnen zeggen, de stijgende energieprijzen. Hè. Daar kijken we al langer naar, blijft toch ook wel een belangrijke factor. Dus ja, problemen of risico's voor die wereldeconomie, dat zou ik zeker niet ontkennen. Maar ja, het onderliggende basisscenario blijft vooralsnog bij ons dat die financiële positie van gezinnen voldoende robuust is en ook het monetaire en budgettaire beleid voldoende soepel om die problemen te baas te kunnen. Ja, die vraag is voldoende robuust, hoor ik jou zeggen. Anderzijds zitten we natuurlijk met die hoge energieprijzen, je hebt er ook al naar verwezen. Hoe groot is dat probleem eigenlijk voor de economie? Het probleem ja, is er wel. Hè. Kijk naar uw elektriciteitsfactuur, nog meer naar uw gasfactuur bijvoorbeeld. Ook bedrijven voelen dat. Hè. Dus op de internationale markt is de olieprijs verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De gasprijs is zelfs gestegen met meer dan 500%. Dus ja, je komt uiteindelijk altijd op een factor aanbod en een factor vraag. Hè. Dus de vraag is nog altijd stevig na die COVID-crisis. Die trouwens nog niet voorbij is, maar goed, dat is een andere discussie. En daarnaast heb je natuurlijk het aanbod dat beperkt wordt, ook al omdat de investeringen het voorbije decennium toch zijn teruggevallen, bijvoorbeeld ook in traditionele energiebronnen. Bijvoorbeeld in Europa is de productie van gas teruggevallen met zo'n 30% het voorbije decennium. Dus dat is één factor. En daarnaast ja, wijs ik op de rol van China bijvoorbeeld, die steenkool, vervuilende steenkool, probeert te vervangen door minder vervuilend gas. Er is Rusland, het geopolitieke element dat daar speelt. Er is ook een zekere anticipatie, speculatie in financiële markten aanwezig. Bijvoorbeeld als anticipatie op een strengere winter. En daarnaast... We hoeven dus geen kentering te verwachten in die prijzen. Ja, daarnaast heb je inderdaad nog die transitie naar een meer duurzame energie. Dus iedereen zal het erover eens zijn dat die transitie moet gebeuren, weg van fossiele brandstoffen richting groen. Maar dat is natuurlijk niet iets wat overnight zou gebeuren. En van daaruit krijg je toch nog een structureel hoge vraag naar gas, toch? Ja, een structureel hoge vraag naar gas met dus structureel hoge prijzen wellicht. Het antwoord is genuanceerd, denk ik, hier. Dus enerzijds is het zo dat we wel verwachten dat die investeringen worden opgedreven. En dus dat je langs die kant toch een hoger aanbod krijgt. Daarnaast ook dat Rusland de kraan iets meer zal opendraaien. Dat de anticipatie of de speculatie in de markt wat vermindert ook. En dus dat zijn toch een aantal factoren die er zou moeten voor kunnen zorgen. Dat ja, weliswaar de prijs redelijk hoog zal blijven. Maar dat die prijs toch zou moeten terugkomen van de huidige niveaus nu. Hans, als we spreken over hoge gasprijzen, dan loert ook het risico voor inflatie om de hoek. Ja, dat is zo. Maar met wat ik net eigenlijk om uit te leggen, denken we dat vanuit die hoek dan toch wel die vrees voor inflatie een beetje gemilderd wordt. Maar natuurlijk is het zo dat ja, inflatie wordt nog veroorzaakt door meerdere factoren. Er zijn altijd meerdere factoren in het spel. En oké, de discussie zal ons hier verleiden. Wat ik hier wel wil zeggen is dat we toch ook onderliggend een aantal structurele factoren zien die de inflatie hoger kunnen drijven in de toekomst. Ik denk bijvoorbeeld aan de vergrijzingen en iets krappere arbeidsmarkt. Ik denk aan iets mindere appetijt voor de globalisering. Ik denk ook aan het feit dat ja, het monetair beleid nu beter gecomplementeerd wordt door het budgettair beleid en dat ook centrale banken eigenlijk mikken op een iets hogere inflatie in vergelijking met het voorbije decennium. Dus ja, ik denk wel dat we kunnen verwachten dat er hogere inflatie zal zijn, maar
Dan ook, en trouwens, dat wordt al ingeprijsd ook door financiële markten voor een groot gedeelte, dus ze houden er al echt wel rekening mee. Maar dan nog blijft het in zekere zin koffiedik kijken, wat gebeurt er uiteindelijk met de productiviteitsgroei? Hè? Dus dat zal ook nog een belangrijke factor zijn, die wordt soms niet meegenomen in het inflatieverhaal, maar dat is toch belangrijk. Dus hogere structurele inflatie zonder daarom alarmistisch te zijn, denk ik. Als we nu kijken naar wat er macro-economisch allemaal gebeurt, heeft dat ook een impact op de manier waarop jullie de beleggingsportefeuilles invullen? We zijn iets voorzichtiger geworden. Dus dat betekent dat we de aandelenweging in de portefeuilles iets naar beneden hebben gebracht. Tegen de achtergrond van de eerder opgelopen koersen van aandelen, toch het voorbije anderhalf jaar. Dat is toch vrij spectaculair, mogen we zeggen. Maar anderzijds ook tegen de achtergrond van de twijfels over de wereldeconomie, zoals we net besproken hebben. En ook een zekere anticipatie naar een iets minder soepel monetair beleid de volgende jaren. Maar het is wel zo dat aandelen nog altijd die hoeksteen blijven van die portefeuilles. Het laat onze fondsbeheerders ook toe om goed te diversifiëren, regionaal naar sectoren toe. En daarnaast, aandelen zijn één ding, maar het obligatieluik mogen we ook niet veronachtzamen. Onder meer omdat het ook ons toelaat om het muntrisico ook nog beter te spreiden. Hans Bevers, bedankt voor de toelichting. Graag tot volgende maand. Dank u.